Het is nog te warm om te snoeken op stilstaand water. Dus pak ik een middagje op de rivier. De Lek in dit geval. Het is weer eens wat anders dan een poldersloot. Hier moet ik maar even een shedje uit gaan laten. De tijd dat je op iedere krip snoekbaars kon vangen, is ook hier voorbij. Ik heb er 3 geprobeerd, niks gezien. Ik pak de auto en rijd nog een paar kilometer verderop. Ik heb inmiddels 5 kribben afgevist en helaas nog helemaal niks gezien. Geen bewijsje. En ik zie dat ik de 6e niet kan bereiken. Dus dat wordt terug naar de auto en eentje doorrijden. Ik ben alweer een uurtje of 3 aan het vissen en ik heb nog niks gevangen. 1 losschieter, daar is het bij gebleven. Maar ach wat, het is hier heerlijk. De natuur is prachtig, het is lekker weer. Ik geniet met volle teugen. Nou, gelukkig toch niet voor niks zijn end gereden. Ik zit echt heerlijk te vissen vandaag, al vang ik weinig. Maar ik ben niet voor niks geweest. De eerste. Ik hoop dat het geen toevalstreffer is. Maar dat ik nou toch een plek gevonden heb waar er wat meer zitten. Ik ga lekker verder vissen. 1 snoekbaars gevangen. Op deze oranje shed. En dat op een hele middag. Dat is natuurlijk niet geweldig. Maar ik ben zo blij als een kind met deze mooie visdag. Ik kom hier beslist nog een keer terug. Maar dan in de avonduren. Het wordt me nu te warm om door te vissen. Tot de volgende keer.